This is the second day of the week of prayer for Christian unity for Tuesday, the 19th of January, 2021. Our prayers and reflections today focus on Jesus' words, "Abide in me as I abide in you," from John chapter 15, verse 4. Onze lezing komt vanuit het Evangelie volgens Lucas. Jezus' ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat. Terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem, "Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht." Maar hij zei tegen hen, "Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?" Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. The word of the Lord. Thanks be to God. Like us, Jesus grew and matured through the years. He enjoyed a simple life rooted in the practices of his Jewish faith in Nazareth, where apparently nothing extraordinary happened. And yet the presence of the Father nourished him. From the moment the angel visited Mary, she contemplated God's actions in her life and in her son. She treasured all these things in her heart, and it took years for her to understand the meaning and purpose of Jesus' birth. We too need a long time to mature. It takes an entire lifetime to explore the depths of Christ's love and what it means to let Him abide in us, and for us to abide in Him. Let us pray. Heilige Geest, laat ons Christus in ons hart ontvangen en koesteren als het geheim van Gods liefde. Voed en verrijk ons gebed. Verlicht ons bij het lezen van de Schriften. Maak U daarin zichtbaar door ons heen, zodat de vruchten van Uw genade in ons kunnen groeien. Amen. As we conclude our prayers today, our challenge is, let us give thanks for the children, young people and students we know, and let us pray for them as they grow in wisdom and understanding. Until tomorrow, I wish you all peace and blessings.